ga beginnen met de grote lijn, met de grote, zeg maar, de macro-economische, de macro-financiële verhalen. En die wil ik graag in perspectief zetten. We kijken, zeker als we praten, zeg maar, met mensen van bijvoorbeeld financiën of VWS, erg vaak naar de overheid, naar de zorguitgaven, de overheidsuitgaven totaal, maar de zorguitgaven natuurlijk ook. En die dingen die stijgen, dat weten we met z'n allen. Maar wat ik nu wil gaan doen is dat enigszins in perspectief zetten. Dit is het plaatje van de zorguitgaven als percentage van ons inkomen. Rond 1972 was nog 8% van ons inkomen besteden we aan de zorg. En in de loop van de jaren is dat gestegen tot meer dan 13%. Nou, bekende plekken hierin zijn natuurlijk, zeg maar, rond 2001, 2004. Grote veranderingen in de zorg met boter bij de vis, zeg maar, recht op zorg, is daar een grote verandering geweest. En een volgende is de crisis. Meestal is de crisis een flinke lijn naar beneden. Maar dit geeft aan dat als de hele economie naar beneden gaat en de zorg blijft gewoon rustig doorgroeien, dat natuurlijk dan als percentage van ons inkomen we flink meer aan de zorg gaan uitgeven. Dus de zorguitgaven stijgen sneller dan ons inkomen. Terwijl andere collectieve uitgaven, onderwijs, defensie, sociale zekerheid, die zijn in de afgelopen jaren, zeg maar zeker vanaf 1990-95, geleidelijk aan gedaald. Grote dalers hierin zijn defensie, zo'n half à 1% per jaar gedaald. Nee, dan moet ik anders zeggen, een half à 1% als percentage van ons inkomen gedaald. En we zijn flink minder uit gaan geven aan de sociale voorzieningen. Dus uitkeringen aan de WW, arbeidsongeschiktheid, die zijn ook flink gedaald. Een van de belangrijke uitzonderingen bij de sociale voorzieningen is de zorgtoeslag. Die is met ongeveer 1% van ons inkomen gestegen. Ik had het over perspectief. Dit is natuurlijk de kosten versus de baten. De kosten hadden we net gezien, die zijn flink gestegen in de afgelopen jaren. Maar even als indicator voor de gezondheidsbaten. Onze levensverwachting is ook fors toegenomen van zo'n 74 jaar in 1972 tot ongeveer 80 jaar anno nu. En dat is natuurlijk heel belangrijk om niet alleen ons blind te staren op de kosten, maar ook de baten zeker daarbij in ogenschouw nemen. Toch zal mijn verhaal grotendeels gaan over de kosten. En ik hoop dat ik genoeg ruimte inbreng in ruim voor de baten. Maar laten we eerst even iets dieper kijken naar de zorguitgaven. Vanaf 1970, wat is daar nou mee gebeurd? Dit is opnieuw het plaatje. De uitgaven zijn gestegen als percentage van ons inkomen. Nou, deze lijn geeft aan 8% inkomen aan de zorg, wat we in 1972 hebben gedaan. En ten opzichte van ons inkomen zijn de uitgaven een fors stuk harder gegroeid. Eén belangrijke factor is de ontgroening en vergrijzing. Dus we zijn met z'n allen ouder geworden. Zeker ook door de babyboom en de ontwikkelingen daarvoor zijn er steeds meer ouderen gekomen. Dus de hele populatie verschuift richting een ouder wordende bevolking. Nou, en dat betekent natuurlijk dat er steeds meer mensen in de duurdere segmenten van de zorguitgaven komen. Met name de langdurige zorg is natuurlijk van bekend. Dat zit vooral sterk bij de ouderen. Maar ook de ZVW-zorg is ook relatief meer uitgegeven aan ouderen dan aan jongeren. Dus als de hele bevolking verschuift en vergrijst, dan zullen daardoor de uitgaven stijgen. Maar wat we hier eigenlijk hebben gedaan in dit plaatje is veronderstellen dat de zorguitgaven per persoon van iemand die 70 was over de hele periode net zo duur is geweest. Maar met dat we ouder zijn geworden, zijn we natuurlijk ook gezonder oud geworden. Zijn we een stukje gezonder geworden en daardoor, zeg maar, is een deel van onze zorguitgaven is verder naar achteren geschoven. Er zijn bijvoorbeeld studies die duidelijk laten zien dat een heel groot bulk van onze zorguitgaven zitten in ons laatste levensjaar. Als we daarmee rekening houden, dan is de verklarende kracht van de demografie, rekening houden met een gezonde levensverwachting, is toch alweer een stuk minder groot. En dus, ja, wat er dan dus overblijft, is het verschil tussen die en die. En daar wil ik eigenlijk drie perioden in onderscheiden. Dus in de eerste periode, de periode tot en met 1983, zijn de zorguitgaven vrij sterk, heel sterk gestegen. Zeg maar zo'n 2% groei
meer dan dat we kunnen verklaren vanuit inkomensgroei of vanuit demografie. Daarna in de hele periode van de strikte budgettering is eigenlijk de zorg netjes meegegroeid met ons nationaal inkomen. Maar vanaf 2001 zien we dat de zorguitgaven weer veel sterker stijgen dan ons nationaal inkomen en ook dan wat we vanuit de vergrijzing zeg maar, kunnen verklaren. Nou, een van de vragen waar wij zeg maar, op dit moment over nadenken zijn is van ja, maar wat gaat dat nou voor de toekomst betekenen? Moeten we uiteindelijk deze lijn doortrekken? Of kunnen we deze lijn ook door gaan trekken? Dat is in termen van lijnen, maar dat is natuurlijk in termen van wat het betekent budgetair in euro's en wat we met elkaar aan zorg uitgeven is natuurlijk heel belangrijk. Als we 30 jaar lang die hoge groei van de afgelopen jaren doorzetten, dan komen we flink, nou, laten we zo zeggen, komen we voor flinke uitdagingen te staan. Dus eventjes, wat zien we in het verleden? Gemiddelde groei 4% per jaar van de zorg, 2% is eigenlijk zorg die gelijk oploopt met ons inkomen. Dus als we een procent meer inkomen krijgen, gaan we ook een procent meer aan de zorg uitgeven. 1% wordt ongeveer verklaard door de demografie en 1% door overige factoren. Maar daar zitten natuurlijk die drie perioden weer in belangrijke mate in. Dus een forse groei in de eerste periode, een lage groei in de periode van de strikte budgetten en een hoge groei in de afgelopen 10 jaar. Wat kunnen dan die overige factoren zijn? Nou, het lijstje is veel langer dan dat ik hier kan bespreken. Ik moet zeggen dat ik die lijst ook nog niet heel goed op mijn netvlies heb staan, maar laat ik een paar belangrijke factoren noemen. 1 is een observatie. Als we kijken naar de prijzen van de zorg en vergelijken die met de gemiddelde prijzen in de hele economie, dan zijn de prijzen in de zorg harder gestegen dan de gemiddelde prijzen. Dus dat betekent zeg maar, dat we voor dezelfde zorg die we krijgen door de hogere prijzen, gewoon meer euro's kwijt zijn. Nou, een belangrijk factor daarachter kan Baumol zijn. Baumol effect wil zeggen dat de lonen in de zorg wel meegroeien met de lonen in de hele economie, maar dat de arbeidsproductiviteit in de zorg daarbij achterblijft. En dat laatste is waarschijnlijk vooral een geval bij de langdurige zorg, waar je gewoon handen aan het bed nodig hebt. En wat het moeilijker is om zeg maar, die handen te vervangen door medische technologie en anderszins. Dus je hebt gewoon nog steeds veel verpleegkundigen nodig, alleen hun lonen zijn een stuk harder gestegen, zijn flink gestegen en daardoor is de zorg duurder geworden. Een andere factor kan ook medische technologie zijn. Veel technologie in de zorg is prachtig, maar kost ook een flinke duit. Leidt dus tot hogere prijzen. Je kan ook andere soorten, dus dan moet je zeg maar denken aan een nieuw type scan, zeg maar, die gewoon betere zorg, betere inschatting van de ziekte en de nodige behandeling geeft, maar waar natuurlijk wel een kostprijs aan zit. Dus dat is een belangrijke factor die ook een rol heeft kunnen spelen. Maar laat ik nog even kijken naar die 0% en die 2% groei. Beleid heeft natuurlijk wel een belangrijke impact. Beleid in de periode van de strikte budgettering is het in geslaagd om in die periode de groei relatief nou ja, vlak te houden. Zeg maar. De groei in de zorguitgaven laag te houden. Wat dus bijvoorbeeld wil zeggen dat medische technologie in die periode minder snel toegepast werd in ziekenhuizen. Minder snel toegepast werd in de zorg. En wat er ook toe heeft geleid van dat er wachtlijsten ontstonden in die periode. Dus het is een periode waarin de zorguitgaven laag zijn geweest, maar natuurlijk wel met allerlei nadelige gevolgen. En in de recente jaren zien we dat de wachtlijsten een flink stuk zijn opgelost. We maken meer gebruik van nieuwe medische technologieën, maar daar hangt ook een kostprijsje aan en de zorguitgaven zijn daardoor harder gestegen. Dus dat is eigenlijk een terugblik over het verleden, zeg maar, vanaf 1970 tot 2010. Het verhaal vooral van de stijgende zorguitgaven. Maar dat verhaal wil ik eigenlijk in perspectief zetten en ik heb 4 perspectieven. Het verhaal van het koekoeksjong, de wet van de remmende voorsprong, de piramide van Austerlitz en de Gouden Bergen. Ik hoop dat het nog niet helemaal meteen duidelijk is wat ik hiermee ga vertellen, maar hopelijk over zeg maar 20 minuten wel. Eerst het verhaal van de koekoeksjong.
Ik heb net geschetst van de zorguitgaven die stijgen en die stijgen. En ik heb ook aangegeven helemaal aan het begin dat andere collectieve uitgaven daarbij achterblijven. Dus als we even de periode vanaf 1974 kijken, dan zien we dat de zorg tussen 1994 en 2010 met zo'n 3,5% is gegroeid. 3,5% BBP is toegenomen. En ook in de huidige kabinetsperiode groeit de zorg. Wat staat er tegenover? Nou, vooral in de periode, in de afgelopen anderhalf decennium is de sociale zekerheid flink kleiner en kleiner geworden. We hebben bezuinigd, we hebben gekort op de WW, we hebben gekort op de arbeidsongeschiktheid. Dus de hele sociale zekerheid die is een flink stuk gedaald. En dat is voor een deel door het beleid ingegeven en voor een deel ook het gevolg van dat we het gewoon als economie heel goed hebben gedaan. Dus de werkloosheid is natuurlijk ook gewoon laag, veel lager dan dat het in 1994 was. En als we naar de huidige kabinetsperiode kijken, dan zien we dat op alle onderdelen wordt bezuinigd, met name op openbaar bestuur, alleen niet op de zorg. Dus dat is eigenlijk zeg maar, het koekoeksjong. De zorg die groeit en groeit en verdrinkt daarmee andere collectieve uitgaven. Als we dat verhaal nou toe gaan leggen naar de toekomst, wat gebeurt er dan? Nou, dit zijn eigenlijk twee scenario's die uit de studie vergrijzing verdeeld komen. Waar we eigenlijk redelijk recht toe recht aan gewoon de zorguitgaven hebben doorgetrokken. Stel dat de zorg meegroeit met inkomen plus een demografisch effect. Dan nemen uiteindelijk in de periode tot 2040 de zorguitgaven nog met zo'n 4% van het BBP toe. Ik zal straks proberen om dat wat tastbaarder te maken nog dan dit. Maar als de zorguitgaven meer blijven groeien, net als het afgelopen decennium, dan stijgen de zorguitgaven nog veel sterker en dan komen we richting de 18 uiteindelijk tot de 20% van ons inkomen wat we aan zorguitgaven uitgeven. En nou, de vraag is van, is dat erg? Of is dat houdbaar? Kunnen we dat met z'n allen blijven gaan doen? Is dat iets wat kan of tegen wat voor grenzen lopen we dan aan? Is het onhoudbaar? Krijgen we Griekse toestanden? Nou, dat is niet te hopen en het komt zal in elk geval. Nou, de kans dat het door de zorg komt is niet zo groot. En de reden ervoor is van, voordat we uiteindelijk hier zijn, is het natuurlijk best mogelijk om een keer die lijn af te buigen. We hoeven niet met onze handen op onze handen te zitten. We zijn met z'n allen zijn we erbij, dus we kunnen de zorg hervormen of we kunnen het koekoeksjong laten blijven groeien en andere vormen van overheidsuitgaven blijven ombuigen. Dus zeg maar in het scenario waarin we niks doen, dan zal onze staatsschuld oplopen tot 200% in 2060. Dan krijgen we Griekse toestanden. Maar dat scenario lijkt me niet het meest waarschijnlijke scenario. We kunnen er best wat aan gaan doen. Maar toch, ik weet niet of jullie de CPB-publicaties een beetje kennen of uit de krant kennen. CPB roept dat de overheidsuitgaven onhoudbaar zijn. Wat bedoelen we daar nou mee? Eigenlijk bedoelen we daar heel simpel mee. Er zullen op de een of andere manier ombuigingen of lastenverzwaringen moeten komen. Dus als we niks doen, dan krijgen we dit scenario. Dat is niet houdbaar. Dus wat we moeten doen is op een of andere manier dat scenario van de grote tekorten op de begroting en de hogere, steeds stijgende tekorten op de begroting, zullen we moeten ombuigen. Dus op de een of andere manier moeten we vroeger of later, en het huidige kabinet kiest heel duidelijk voor om daar nu al een flinke start mee te maken, maar vroeger of later moet het overheidssaldo verbeteren. En dat kan via hogere belastingen, of het kan via lagere uitgaven, dus via lagere zorguitgaven, of via lagere uitgaven op, ik noem maar wat, onderwijs, sociale zekerheid. Die keuzes zijn allemaal mogelijk en elke keuze heeft natuurlijk zo zijn kostprijs. Maar dus als wij zeggen als CPB, de huidige arrangementen zijn onhoudbaar en ook de huidige zorg is onhoudbaar, dan bedoelen we dus dat er vroeger of later ombuigingen nodig zijn. Laat ik het iets tastbaarder proberen te maken. Kijken naar individueel niveau. Dus we hebben nu totale zorguitgaven van meer dan 70 miljard. Als we dat omslaan naar de bevolking, zo'n 15 miljoen mensen, dan rekenen we kinderen mee als halve volwassenen.
Dan zijn de uitgaven zo'n 5000 euro per persoon. Dus dat zijn de gemiddelde uitgaven aan de zorg die iedere Nederlander kwijt is. Dus natuurlijk niet iedere Nederlander betaalt het ook echt. Zeker maar lage inkomens krijgen zorgtoeslag. Hoeven minder aan de AWBZ uit te geven omdat daar een inkomenstoets zit. Maar gemiddeld genomen betalen we zo'n 5000 euro per persoon. Nou, als we dat afzetten tegen een minimumloon van 18.000, is dat natuurlijk een enorme gat wat dat in het budget slaat. En dat is natuurlijk ook, dat vinden we met z'n allen niet acceptabel. Dus minimumlonen krijgen een zorgtoeslag. Dus zeg maar, de huidige zorg van 5000 euro pp is niet te betalen voor de lage inkomens. En dus doen we een allerlei vormen van herverdeling. Een belangrijk deel van de zorg wordt betaald via de werkgeversbijdrage. En die zijn natuurlijk hoger voor de hoge inkomens. Zorgpremie moet door iedereen betaald worden, maar lage inkomens krijgen daarvoor een flinke compensatie in de vorm van een zorgtoeslag. Mensen die gebruik maken van een AWBZ, die naar een AWBZ-instelling gaan, die betalen ook een eigen bijdrage die ook afhankelijk is van het inkomen. Dus een flink deel van de herverdeling gebeurt al. Als we dat nou even die lijnen weer naar de toekomst toetrekken, en dan neem ik de hoge lijn, dus de lijn die uiteindelijk uitkomt op 18% van ons nationaal inkomen. Stel dat de zorg blijft groeien met zo'n 4% per jaar, dus de zorguitgaven, terwijl ons inkomen groeit met 1/3 per jaar. Dus er zit een flink gat tussen. Als we dan kijken wat iedereen, wat aantal mensen gemiddeld genomen aan de zorguitgaven kwijt zijn, en nou eventjes afgezien van allerlei zorgtoeslagen en dus zeg maar gewoon wat mensen aan zorg krijgen, dan is iemand met een minimumloon of 2 keer minimumloon en 2 kinderen 42% van zijn inkomen kwijt aan zorg. Dat is hij niet echt kwijt, omdat hij natuurlijk ook allerlei zorgtoeslagen en dergelijke krijgt. Maar gemiddeld genomen zou dat ongeveer 42% van het inkomen zijn. Zonder herverdeling. Als we niet gaan herverdelen, dan is zo'n gezin met 2 keer minimum inkomen, zou 83% van het inkomen kwijt zijn aan zorg. Dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid. Maar ook als je naar een modaal inkomen kijkt, die betaalt nu ook al ongeveer 23% van zijn inkomen aan de zorg. Die zou bijna de helft van zijn inkomen aan de zorg kwijt zijn. En daar is natuurlijk heel weinig herverdeling. Ik bedoel, een modaal inkomen, ja, die zal ongeveer net zoveel, die zal echt ongeveer 1/4 van zijn inkomen kwijt zijn aan zorg. En straks dus echt ongeveer de helft. Dus dat is heel veel. Dat betekent dus dat er minder inkomen beschikbaar is voor de overige consumptie. En dit zullen we met z'n allen niet willen, dat een minimuminkomen 83% van zijn inkomen aan de zorg kwijt is. Dus we hebben steeds meer herverdeling nodig. Dat was de verkeerde knop. Daar was ik al bang voor, want ze zitten hier verkeerd om, dus dat is een beetje lastig. Dus dit was het verhaal van een koekoeksjong. Zorguitgaven blijven stijgen. Niets doen is geen optie. Dus we kunnen kiezen. We kunnen kiezen minder andere collectieve uitgaven, meer belastingen en premies. En dus meer herverdelen. Of de zorguitgaven minder sterk laten groeien. En die laatste, is dat wel een optie? Kunnen we de zorguitgaven minder sterk laten groeien? Daar wil ik nu iets over zeggen. En eigenlijk wil ik, daar kan je natuurlijk op heel veel manieren naar kijken. En ik weet zeker dat dat vanmiddag ook op allerlei andere manieren naar voren komt. Van hoe kan een individueel ziekenhuis daar wat aan gaan doen? Hoe gaat dat in het samenspel tussen ziekenhuizen en verzekeraars? En noem maar op. Ik wil even een heel ander perspectief tekenen. En dat is het internationale perspectief. Dus dit is dus de groei van de zorguitgaven in Nederland. Dus we hebben jarenlang een gematigde groei gehad van zo'n 2,5%. En in de afgelopen 10 jaren hebben we een forse versnelling van de groei gehad en zijn we boven de 4% uitgekomen. Hiermee bevinden we ons in goed gezelschap. Landen als met name een aantal Scandinavische landen, maar ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, heeft een vergelijkbaar patroon. Ook zij hebben een groeiversnelling laten zien in de afgelopen periode. Wat hier bijvoorbeeld achter zit is in het Verenigd Koninkrijk nog regering van Blair, die gewoon flink geïnvesteerd heeft in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk. Dus Nederland bevindt zich met een hoge groei van de zorg in goed gezelschap. Dan zou het mooi zijn als de volgende ook nog kan, maar dat kan ook anders. Er zijn een heel aantal andere landen. Dus hier heb je een aantal landen waarvan de groei flink is gedaald.
Spanje, Portugal, maar ook Duitsland en ook de Verenigde Staten laten in de afgelopen decennium lagere groei zien dan in de periode ervoor. Dus wat je in Nederland eigenlijk ziet is van we hebben een heel lang in de onderste regionen van de OESO-landen gebungeld. Heel lang lage of gematigde groei gehad van de zorguitgaven, maar in de afgelopen jaren hebben we daarvan een flink stuk goed gemaakt. Dus dat noem ik de wet van de remmende voorsprong. We stonden voor, we hadden een goede kwaliteit van de zorg en we deden dat ook met relatief lage groei van de zorguitgaven. Maar in de afgelopen decennium hebben we zeg maar, die voorsprong niet kunnen vasthouden. Maar wat ik hier eigenlijk ook mee wil zeggen is van, soms krijgen we wel het gevoel van het is een beetje fatalistisch. Zo van ja, de groei van de zorguitgaven die stijgt wel en we proberen met z'n allen er wat aan te doen. We maken afspraken erover en als we een jaar later weer omkijken, blijkt het toch weer tegengevallen te zijn. Dus een van de uitdagingen is, kunnen we op de een of andere manier de ervaringen die andere landen hebben, kunnen we die kopiëren, zeg maar. Of een andere manier van zeggen is van, het is zeker mogelijk om de zorguitgaven om te buigen. En de zorgverzekering zet in te voeren, waardoor we dus de collectieve belasting met 2% in de zorg gestegen zijn, alleen als door het invoeren van de zorgverzekering zet. En de commissie Dekker had destijds gezegd, moet aanvullend pakket hebben, wat buiten de collectieve zorguitgaven valt. En als wij het hier over zorguitgaven hebben, en dus nog steeds wel over de collectieve zorguitgaven, waar mensen dus veel basis pakketten waar ze zijn recht op hebben. Dingen als brillen, overheden, kampers, volwassenen, volgaan op buiten. Dus ik denk dat we dat politiek ook niet gedaan hebben. En bovendien zit ook dingen als kinderopvang. Het verhaalpijs van het bos is ontzettend geëxplodeerd. Maar dat is ook zorguitgaven. Dus Henk, de microfoon staat denk ik niet aan. Ja, misschien zal ik de vraag. Zou je willen reageren? Ja, het punt, ik denk niet dat de hele zaal het gehoord heeft, was van. Er zijn ook de zorgverzekeringswet 2006 heeft natuurlijk een enorme verschuiving geleid van de collectieve zorguitgaven. Zeg maar, wat eerst particulier verzekerd was, viel nu onder de collectieve zorguitgaven en wat is daarmee gebeurd. Ik moet zeggen dat ik hier, de laatste grafieken waren gewoon voor de totale zorguitgaven. Dus dat is collectief en privaat opgeteld. En ook in de totale zorguitgaven zien we dat de zorg heel sterk gegroeid is. Dus dit is niet eens een verhaal van we doen steeds meer collectief. Dit is een verhaal van de totale zorguitgaven stijgen heel sterk. En ja, we weten met z'n allen een heel groot deel daarvan doen we ook inderdaad collectief en drukt op de overheidsbegroting. De brillen. Wat? De brillen en de tandarts. De tandarts. Ja. Brillen, overheden, buiten basis. Ja. Ik denk dat de discussie die vandaag daar veel meer over moet gaan. Collectieve financiering kunnen onderhouden worden, maar de zorguitgaven zullen blijven stijgen, ook als ze buiten de collectieve sfeer komen. En ik denk dat elke dia er recht op hebben, of de dia de collectieve zorguitgaven krijgt, is de totale uitgaven. Ja. Dus de vraag is van, of de opmerking is van, ja, maar als we meer, brillen vallen buiten het pakket, tandartszorg, zeker voor volwassenen, valt buiten het pakket. Dat is een van de belangrijke discussies van, wat stop je in het pakket en wat stop je buiten het pakket. Als je iets uit het pakket haalt, is het logisch dat de collectieve lasten dalen. Maar dat wil niet per se zeggen dat de totale zorguitgaven ook dalen. Want ja, wat we eerst collectief deden, doen we nou gewoon privaat. Dus eigenlijk op ons huishoudboekje drukt het nog steeds net zo zwaar. Maar het is een hele belangrijke keuze van wat doen we collectief en wat doen we privaat. Maar het is zeker niet de enige keuze die in de zorg een rol speelt. Ik denk inderdaad dat het zeer actueel is omdat minister Schippers heeft aangegeven dat er onderzoek komt om een aantal aandoeningen met een lage ziektelast, maar ik kijk Anne Mulder even aan, mogelijk uit het pakket te halen. En dan heb je eigenlijk de discussie wordt nog scherper. Zijn het nou collectieve lasten, verplichte lasten? Of komt het eigenlijk allemaal uit onze pocket, Anne Mulder? Dat is toch zo?
Ja, de lage ziektelast, hoe ook gedefinieerd, gaat uit het pakket. Maar ik zou Albert, en ik tutoyeer gelijk, ik ben Tweede Kamerlid en wij worden ook steeds informeler. Dus ik doe dat hier ook. Ik ben benieuwd of de presentatie... Ik zal niet ad rem reageren. Of de presentatie nu klaar is, want we zien hier een probleem. Ik weet dat het Centraal Planbureau een onderzoek doet naar de houdbaarheid van de zorguitgaven richting 2040. Zijn er ook oplossingen? Ik hoorde al iets over het basispakket. Kun je misschien al een tipje van de sluier oplichten? Ja, dat kan. Dat kan ik ook straks doen. Daar kom ik uiteindelijk op uit. Ja, ik kan het nu wel eigenlijk... Laten we dan de presentatie volgen, want anders raken we allemaal van slag af. Want dat is ook niet de bedoeling. Ja, ja. Ik kom aan het eind op terug. Nou ja, als je dan nog meer wil weten, dan hoor ik dat graag. Ja, dit heb ik... Laat ik eventjes de les nog herstellen. Dus de sterke groei van de afgelopen jaren is niet een wetmatigheid, maar is een keuze. De piramide van Austerlitz. Wat zou ik daar nou weer mee bedoelen? Misschien kennen jullie hem, er staat ergens een eindje ten oosten van Utrecht. Het is gewoon een heuvel met een torentje erop. Hij is mooi hoog, 36 meter. Ik kwam er eigenlijk op van, wat zijn we nou mee bezig met zo'n piramide van Austerlitz? Zijn we iets moois aan het bouwen? Of, iemand anders noemde het een bodemloze put. In totaal hebben we geloof ik al meer dan 1 miljoen aan die piramide besteed. En dat ding zakt maar weer weg. En elk jaar kost het weer 10.000 euro. En dus is dit iets wat een mooi iets of is het een bodemloze put? Nou, en dat vond ik wel een mooie parallel ook met de zorg. Zijn we met al die euro's die we aan de zorg kwijtraken en steeds groter deel van ons inkomen wat naar zorg gaat, zeg maar, zijn we aan iets moois aan het bouwen? Bouwen we een goede gezondheidszorg, bouwen we aan een goede gezondheid voor de Nederlandse burgers met hoge baten, waarvan het ook prima is om daar een kwart van ons inkomen aan uit te geven? Of is het een bodemloze put met inefficiënte zorg, patiënten die we behandelen die eigenlijk helemaal niet echt zorg nodig hebben? Wat is het? Dus even iets meer over de baten van zorg. Dit is ook weer, ik had al een plaatje aan het begin van tegenover de zorguitgaven moeten we ook de baten zetten. Nou, dit is eigenlijk dezelfde indicator. Als we het CBS volgen, dan zal de levensverwachting nog toenemen van zo'n 84 jaar nu. Naar zo'n 88 jaar in 2040, in 2060. Dus de levensverwachting op 65 jaar zal nog een stuk verder toenemen. Dus dat is een indicatie van de baten van de zorg zullen positief zijn. Ik heb hier van zorg tussen haakjes gezet. Want het zou natuurlijk een fout zijn om al deze baten, al de extra levensverwachting aan de zorg toe te schrijven. Een belangrijk deel daarvan komt wel van de zorg, zeker in de afgelopen decennia, zeg maar. Maar, zeg maar, anno 1900 of 1850 werden we niet ouder dan zo'n 35 à 40 jaar. Nou, wat er in de tussentijd vooral gebeurd is, is gewoon betere hygiëne, waterleiding, riolering, dat soort dingen. Dus dat zijn niet echt aan de zorg toe te schrijven. Maar zeker in de laatste periode heeft zorg een belangrijke levert zorg een belangrijke bijdrage aan de toename van de levensverwachting. Dit is even een tabelletje erover. Sinds 1970, deze komt bij het RIVM vandaan, dus ik hoop niet dat jij hem ook nog gaat laten zien. Sinds 1970, voor drie types ziektes, wat heeft de zorg bijgedragen aan het verhelpen van die ziektes, aan het gezonder maken van de bevolking? Nou, hart- en vaatziektes, betere behandelingen leiden tot een verhoging van de levensverwachting van 2 jaar. En erbij komt ook nog, van de jaren die we leven, zijn we een stukje gezonder. Dus de kwaliteit van leven is, als we dat ook weer uitdrukken in gezonde levensjaren, hebben we er ook in termen van kwaliteit 1 jaar bijgekregen. Dus in totaal hebben we er 3 jaar bijgekregen. Infectieziektes, 1,5 jaar extra levensverwachting en een iets hogere kwaliteit. En kanker blijkt veel moeilijker te zijn. De levensverwachting is wel toegenomen met ongeveer 1,5 jaar. En de kwaliteit van leven is eigenlijk niet toegenomen. Dus wat daar gebeurt is natuurlijk dat mensen een chemobehandeling krijgen. Wat wel hun leven verlengt, maar wat de kwaliteit van leven in die jaren niet echt fors laat toenemen. Dus in termen van kosteneffectiviteit, bij hart- en vaatziektes krijgen we
zijn de investeringen, de uitgaven van de zorg relatief laag. Voor 2000 euro per persoon krijgen we er een gezond levensjaar bij. Terwijl bij de kanker hebben we 17.000 euro nodig voor een gezond levensjaar. Dus er zit een hele grote variatie in de baten van zorg. Deze baten zijn natuurlijk, met name als je kijkt naar hart- en vaatziekten, kanker, zijn natuurlijk in eerste instantie, wie heeft er baat bij? Dat is natuurlijk in eerste instantie de patiënt zelf. Dus het zijn vooral individuele baten. Er zijn natuurlijk ook maatschappelijke baten. Een hogere levensverwachting zonder beperkingen. Ja, laten we even een levensloop volgen. Het begint bij een kind wat gezond is, kan naar school en zal een beter onderwijs kunnen volgen dan een kind wat ziek is. Een gezonde levensverwachting vergroot het arbeidspotentieel. Dat is mede mogelijk ook door natuurlijk een hogere gezondheid, maar ook bijvoorbeeld door een goede zorg voor kinderen en voor de ouderen. Dus goede kinderopvang, maar ook een goede AWBZ maakt het mogelijk voor de werkende populatie ook, om er kinderen aan te gaan werken. Maakt het mogelijk om langer door te werken? Waarom zouden we stoppen met 65 als we tot ons 75ste nog gezond zijn? En maakt natuurlijk ook mantelzorg door een derde generatie mogelijk. Ook dit kan weer veel breder worden getrokken, maar even om aan te geven van een belangrijk deel van de baten van de zorg zijn natuurlijk ook gewoon maatschappelijke baten. De baten zijn hoog, maar het blijft, de meeste zorg is natuurlijk, de baten daarvan is gelden voor het individu zelf. De kosten zijn hoog en daarvan zijn een heel groot deel van de kosten zijn collectief. Zeker meer dan 3/4 van alle uitgaven gaan via de collectieve voorzieningen. Dus wat als we dan de kosten versus de baten doen, wat krijgen we dan? Nou, even een paar extremen. Voor een jonge, gezonde, hoogopgeleide man. Ja, die heeft eigenlijk bijna geen zorg nodig. Maar die betaalt wel 5000 euro per jaar of eigenlijk misschien nog wel meer. Want via allerlei belastingen is hij veel kwijt aan zorg. Dus zijn de kosten veel groter dan de baten. Maar voor een chronisch zieke vrouw zonder baan, ook even weer in een ander extremum gezet. Haar bijdragen aan de zorg zijn in termen van euro's relatief klein. Maar de baten van zorg zijn voor iemand natuurlijk enorm groot. Dus er zit een enorme herverdeling in de zorg van de ene groep naar de andere groep. Kosten versus baten voor het terugdringen van de infectieziektes. Dat was zeg maar die eerste kolom in de tabel. Daar zijn de baten duidelijk positief van. En die zijn ook nog voor een heel groot gedeelte voor de gemeenschap, zeg maar. Van als je infectieziektes terugbrengt, dan dring je besmettingsgevaar terug. Dat is een grote maatschappelijke baten. Mag ik even iets zeggen? Zou het niet logisch zijn om het ook dit nou macro-economisch te bekijken? En te zeggen van, als we ouder worden, en dan zegt u van, ja, dan heeft het individu heeft de baten. Je kunt natuurlijk ook zeggen, als je langer door gaat werken, zet je daar weer arbeidsproductiviteit tegenover. En heb je feitelijk het gecompenseerd, macro-economisch. Ja. Dus dat mis ik in het verhaal. Ja, dat klopt. Dat is een terecht punt, heb ik nu niet genoemd. Tegelijkertijd is dat wel een verhaal van wat voor een stukje van de zorg geldt. Met name de curatieve zorg voor de middenleeftijdsgroepen. Daarvoor kan je het verhaal heel sterk houden van, ja, het kost geld, maar de baten ervan, die zijn ook vrij direct en dan komen ook heel goed aan de maatschappelijk weer naar voren, zeg maar. Van mensen die worden eerder weer in staat gesteld om te gaan werken, kunnen belastingen en premies opdragen, kunnen mantelzorg verlenen. Dus voor die groep en dat type ziektes, zeg maar, als het type behandelingen, geldt het verhaal heel sterk. Het verhaal wordt een stukje lastiger voor een AWBZ-zorg, zeg maar, waar, ja, die mensen van boven de 80, die gaan niet meer aan het werk, zeg maar. Ze krijgen natuurlijk wel door de zorg een betere kwaliteit van leven, maar daarvoor geldt zo'n verhaal natuurlijk niet. Maar daar zou ik graag iets over willen vragen, want baten wordt inderdaad hier gekoppeld aan de opbrengst van gezondheidszorg, of onze uitgaven aan gezondheidszorg. Nou, als economie dacht ik altijd het verdelen van schaarse goederen. Dus als we dan even naar het koekoekjong kijken, dan zou je zelf de vraag kunnen stellen of je in staat bent om collectief te kiezen welke eieren je uit het nestje gooit, of dat je dat dan individueel zou moeten doen. Oftewel, als er zeg maar iets verdeeld moet worden, kan dan die verdeling überhaupt wel collectief worden gemaakt, want dat kan alleen maar een individuele afweging zijn. Ik zou bijna zeggen dat is een vraag voor een politicus, maar dat is een... Ja. Ik ben vooral voorzitter, maar af en toe politicus.
Zal ik hem daar even bij laten? Hij komt volgens mij zo wel aan het bod als we het over de oplossingen hebben. Want dan komen al die dilemma's, denk ik, stevig aan bod. Ja. Voor nu werkt het natuurlijk zo van dat we als individu wel kiezen, maar voor een heel groot gedeelte hebben we dat natuurlijk gedelegeerd aan de politiek. En daar worden heel veel afwegingen gemaakt. Maar is het dan nog economie? Wat wij als economie, als economen voor ons taak zien, is zeg maar om de keuzes met alle voor- en nadelen in beeld te brengen. En het is aan de politiek om te kiezen. Zeg maar, een van de bekende voorbeelden die wij als CPB altijd gebruiken, een Betuwelijn, hebben we altijd van geroepen, de kosten zijn gigantisch. Zelfs als het ding er ligt, kost het ding meer dan dat het per dag oplevert. Zeg maar. En toch gaat de politiek kiezen om dat ding wel aan te leggen. Ja, nou, dat moeten ze zelf weten, zeg maar. Dat is niet wat je als econoom neer zou leggen. Maar dat vind ik als bankier ook geen economie, hoor, kan ik melden. Wat? Dat vind ik ook geen economie. Die keuze maken. Precies. Als het een politieke keuze is, is het dan geen planeconomie? Nee, dat hebben we toch ook niet? Maar als ik zelf niet kan kiezen, maar de overheid kiest voor mij zonder dat ik daar invloed op heb. Economie is zeg maar het opofferen van iets voor een schaars goed. Wat offer ik dan zelf nog op? Ik doe gewoon mee in een generieke keuze die schijnbaar voor mij gemaakt is. Ja, en als het goed is, vertaal jij en andere mensen dat in een keuze voor een politieke partij die, als het goed is, die keuze voor jou maakt. Maar in beginsel werken dezelfde afwegingen op voor je individuele keuzes en je individuele huishoudboekje als voor de economie als geheel, zeg maar. Alleen sta je niet zelf aan het roeren, maar dat heb je gedelegeerd of hebben we met z'n allen gedelegeerd aan de regering. Zal ik even verder gaan? Graag. Ja? Goed, ik kom eigenlijk bij mijn laatste punt. Scenario's voor de toekomst. Dat is eigenlijk ook... Dit is nog heel simplistisch. Ik heb een redelijk realistische lijn doorgetrokken. Ik heb een lijn doorgetrokken waarin de zorguitgaven heel sterk stijgen. Eentje waarin de zorguitgaven blijven op het niveau wat we nu hebben. En eentje waarin de zorguitgaven gaan dalen. Maar wat zit er nou achter? Het lijntjes trekken is niet zo heel interessant, dat kan iedereen. Maar wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Wat voor scenario's voor de toekomst hebben we? Nou, ik wil eigenlijk drie uitlichten. Dat is deze, het middenscenario, een hoog scenario en een laag scenario. Het middenscenario heb ik genoemd It Just Happens. Dat is een beetje een fatalistisch beeld. Door de vergrijzing stijgen de zorguitgaven. Ook in de toekomst zal er medische technologie zijn, maar dat is gewoon vooral duur. Ook in de toekomst kunnen we geen wonderen verwachten van arbeidsbesparende technologische vooruitgangen, dus waarin mensen in de langdurige zorg ineens drie keer zoveel patiënten kunnen behandelen en ze ook nog steeds aandacht kunnen geven. Dus dat zal ook in de toekomst niet lukken. Doelmatigheid is iets waar we naar moeten blijven streven, maar wat ook geen wonderen zal gaan bewerkstelligen. Dus dat is een scenario, it just happens, en de zorguitgaven blijven stijgen. Maar ik heb juist in het verloop van het verhaal ook met de internationale vergelijking gewezen op, ja, maar in andere landen gaat het anders. In andere perioden in onze geschiedenis is het anders gegaan. Dus als beleid kunnen we kiezen. We kunnen vol op de rem. Strenge selectie, bijvoorbeeld alleen zorg die kosteffectief is gebleken. Dus veel strengere selectie met welke behandelingen we toestaan. Maar ook vervolgens een strenge selectie van behandelingen die dan zijn toegestaan. Doe die dan ook alleen op die patiënten waarin het ook gewoon bewezen nut heeft. Dus maak zeg maar eigenlijk in de patiëntenkamer, of in de, dus niet de patiëntenkamer, in de spreekkamer een veel grotere afweging tussen van welke patiënten ga ik wel behandelen en welke ga ik niet behandelen. En dan niet alleen kijken naar de medische kosten, maar eigenlijk het hele plaatje daarbij in rekening nemen. Of strakke budgetten, dus zeg maar dat is eigenlijk echt de overheid aan de macht, zoals in de jaren 80, 90. Het zou heel goed kunnen, maar het levert wel wachtlijsten op, om maar één van de nadelen te noemen. Dus dat is een scenario vol op de rem. We kiezen voor sobere zorg. We kiezen ervoor om belastingen en premies niet te laten stijgen. Maar een belangrijke vraag is dan natuurlijk, van, ja, maar wat doen we met patiënten die het wel kunnen betalen? Zeg maar even te chargeren, de mensen in Wassenaar. Zullen die met zo'n klein sober pakket genoegen nemen? Nee, die zullen linksom of rechtsom hun goede zorg toch willen gaan krijgen. Dus krijgen we dan tweedeling.
of Gouden Bergen. Ouderen verdienen goede zorg. Nieuwe medische technologie is fantastisch. Is veel belangrijker dan de nieuwste auto, de nieuwste iPad, de nieuwste noem maar wat op. Maar ook hier geldt natuurlijk, ja, alleen als je het kan betalen. Dus ook hier kan een heel goed scenario zijn waarin je dus ook weer richting tweedeling gaat. Want ook bij een Porsche, we kiezen er niet voor om een minimumloner een Porsche te gaan geven. Waarom zouden we er wel voor kiezen om een minimumloner de allerbeste, allerduurste medische technologie te gaan geven? Nou, ook dat is weer een politieke keuze waarin het natuurlijk eerst belangrijk is om die kosten en baten in kaart te brengen. Maar goed, ook dit is een scenario. We kiezen voor meer zorg, kwart van ons inkomen aan de zorg besteden. No problem, want de baten zijn er eenmaal heel groot. Alleen, we doen niet alles collectief. Dus ook hier veel meer tweedeling. Dan kom ik eigenlijk tot afronding. De Koekoeksjong en de Austerlitz in een notendorp. De zorguitgaven groeien sterk. Sterker dan in de meeste andere OESO-landen. Met prachtige baten. Of zitten er toch elementen in van een bodemloze put. Maar dan vervolgens op de keuzes. De keuzes om de zorg sterker te laten stijgen. Of niet. En de keuzes om de tweedeling verder te laten groeien. Of niet. En daar wil ik het graag bij laten. Albert, dankjewel. Als jij nou buikpijn krijgt en het blijkt dat je vanmiddag nog geopereerd moet worden. Ben je dan liever in Amerika of ben je dan liever in het land waar we dit stelsel hebben? Het liefst word ik op de plek behandeld waar ik dan ben, zou ik bijna zeggen. Ja, maar, dat lijkt mij sowieso. Dat is niet het helemaal goede antwoord. Wat ik eigenlijk nee, dan ben ik liever hier zo. Je weet hier gewoon dat je hier goede zorg krijgt. Ja, dat lijkt mij. Maar dat is precies natuurlijk een probleem van als individu. Kijk je natuurlijk gewoon op het moment dat je ziek bent, krijg ik goede zorg, ja of nee? En op dat moment zou het hele prijskaartje, bij wijze van spreken, een worst wezen. En dat is natuurlijk een van de grote uitdagingen van hoe breng je toch die afweging tussen heb ik zorg nodig en de prijs op goede manier, ofwel individueel of op een hoger macroniveau tegen elkaar af. Oké, duidelijk. Anne, ik vraag aan jou of je het zo meteen wil overnemen, maar ik wil even de zaal een bekentenis vragen te doen. Jullie hebben allemaal een rode kaart en een groene kaart. Ik wil even een stelling poneren en die is eigenlijk heel erg eenvoudig, maar we gaan dat niet zo doen als bij het laatste CDA-congres in Arnhem, dat niemand meer weet hoe wat zat. Ik wil eigenlijk tot stemming brengen, en dat is een beetje in lijn met de locatie waar we zouden zitten, de Tweede Kamer in Den Haag, of wij vertrouwen hebben, en dat is de groene kaart, in de betaalbaarheid van het zorgstelsel. Dat is de groene kaart. Wie het daar niet mee eens is, steekt de rode kaart omhoog. Wie het daar wel mee eens is, de groene kaart. Heb je daar nou aan? Anne Mulder, ik geef jou het woord. 50-50. Kan ik iemand met de groene kaart het woord geven? Ik kijk hier vooraan. Waarom heeft hij gezegd groen? Het was rood. Dan waarom heeft hij gezegd rood? Omdat ik geen groen wilde zeggen. Ik denk dat de druk van de patiënt zelf zo groot blijft naar andere zorg. Ik zal er dadelijk ook nog wel iets over zeggen. Wat ik er zelf van vind van het eigenlijk gek gemaakt zijn van de Nederlandse burger. Zorg, dat mot. Zorg is een recht. Zorg, dat is ik vraag u eruit. En ik denk dat dat niet op korte termijn te keren is. Dank. Wie had wel groen? Kijk, met alle respect voor de presentatie van het CPB. Wat jammer is dat ze missen de vergelijkingen nationaal. Want de niveaus waarop je percentages toepast heel verschillend zijn qua huidige spenderen. Het tweede, het vaste patroon dat we maar 1,5% groeien per jaar is ook zo'n aanname. Die kun je discussiëren tot de lengte van dagen. Eind jaren 80, diepe ellende economisch gezien. Jaren 90, de paarse periode, voorspoed al om. Dus ik, in dit soort scenario, ik geloof in de maakbaarheid van een scenario, niet op langere termijn, maar op kortere termijn in feite, omdat een aantal aannames die u niet gewoon niet kloppen, of een schatting zijn die u niet kunt bewijzen. Dat roept, vraagt om een reactie, hè? Aannames die niet kloppen, schattingen die je niet kan bewijzen. Ja, dat klopt. Ik zal de eerste zijn om dat toe te geven. Zeker als je naar de toekomst kijkt, dan is dat gewoon, hoe zeg je dat? Nou ja, heel plat gezegd kan je alles aannemen. Je kan wel iets meer onderbouwen en iets minder onderbouwen.
En daarom is het verhaal erachter natuurlijk ook gewoon belangrijk. De vraag is vooral van, zetten we de trend van de afgelopen jaren door, waarin gewoon de zorg veel sterker is gestegen dan de economische groei. Is dat iets wat we willen gaan doen tot in lengte van jaren, of doen we dat niet, zeg maar? En dan is de vraag van, gaat de economie groeien met 1/3 of met 1,5 of met 2 of noem maar op, is dan van tweede orde. Nou, als het van 4 groeit, ja, dan kom je inderdaad in een ander scenario terecht. Dat is duidelijk. Maar als dan de zorg groeit met 6%, dan kan ik mijn verhaal weer gaan houden.